In dit eerste programma een korte inleiding op de inhoud van de hele cursus. En daarna wordt het onderwerp besturingssystemen behandeld. Welke functie hebben deze besturingssystemen? Welke soorten zijn er? En hoe deze zich presenteren? Dat alles in de eerste aflevering van Personal Computer 2. Bij deze eerste les van onze cursus Personal Computer 2. Voor diegenen onder u die ons voorlichtingsfilmpje hebben gemist, zal ik u zo eerst nog even in het kort iets vertellen over de inhoud van deze cursus. En daarna gaan we trouwens gelijk door met de lesstof van vandaag, namelijk Operating Systems, oftewel besturingssystemen. In onze cursus Personal Computer 1 hebt u kunnen kennismaken met de hardware. Er is een groot aantal begrippen verklaard en u hebt ook een aantal toepassingen leren kennen. Die kennis wordt als basiskennis bekend verondersteld voor deze cursus Personal Computer 2. En u vindt trouwens in het cursusboek, in het inleidende hoofdstuk van deze cursus, ook nog eens een korte samenvatting van die begrippen. We gaan er nu eigenlijk vanuit dat u op dit moment in uw bedrijf al gebruik maakt van een personal computer voor één of meer zakelijke toepassingen. En het is niet onwaarschijnlijk dat u bij dat gebruik al tegen een groot aantal problemen bent opgelopen. Een probleem van technische aard is bijvoorbeeld dat de harde schijf, de Winchester, op een gegeven moment defect raakte terwijl u vergeten was, en dat is dan gelijk ook weer een organisatorisch aspect, om iemand opdracht te geven regelmatig backups, dus kopieën van de bestanden van die harde schijf, te laten maken. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld een bepaalde toepassing gebruikt in uw bedrijf en meerdere toepassingen wilt gaan gebruiken waarbij u bestanden onderling wilt kunnen uitwisselen. U doet bijvoorbeeld op dit moment iets aan tekstverwerking. U wilt ook iets gaan doen met gegevensbestanden en hebt onderling de bestanden van elkaar nodig. Kortom, er zijn eigenlijk twee soorten van problemen. Problemen van technische aard en problemen van organisatorische aard. Die tweedeling vinden we ook terug in ons cursusmateriaal. Deel 1, de technische problemen, komen aan de orde in de 12 televisielessen en in deel 1 van het cursusboek. In die 12 televisielessen zullen we u meer laten zien van een aantal gangbare toepassingen, problemen die zich daar kunnen voordoen en de gebruikelijke oplossingsmethoden daarvoor. Tevens zullen we u per toepassing een soort showroom geven van wat er op dit moment allemaal mogelijk is. En in deel 2, dus de organisatorische aspecten, komen we terug op de radiolessen. 12 radiolessen en ook deel 2 van het cursusboek. Ook ditmaal hebben we natuurlijk weer veel moeite moeten doen om een selectie te maken uit de toepassingen die we zoal met zo'n personal computer systeem kunnen gaan doen. En in het nu volgende item gaan we eens kijken welke onderwerpen of het geworden zijn. Heeft u een computer aangeschaft? Dan wordt u helaas vaak lastiggevallen met zaken zoals het gebruik van het operating system. U moet kunnen formateren, kopiëren en bijvoorbeeld efficiënt directories aanmaken. Daarnaast laten wij u zien hoe u bijvoorbeeld uw hardware uitbreidt met een muis en hoe u een nieuw softwarepakket op het systeem kunt installeren. In de lessen 1 en 2 zullen we nader ingaan op de mogelijkheden van zowel de DOS-achtige operating systems, de uitbreidingen daarop, als ook op de zogenaamde grafisch georiënteerde besturingssystemen. Daarna gaan we een aantal individuele toepassingsgebieden nader onder de loep nemen. In les 3 besteden we aandacht aan tekstverwerking. In les 4 behandelen we de problemen die u tegen kunt komen bij het werken aan de financiële administratie. En les 5 gaat over het gebruik van spreadsheets. Les 6 gaat over gegevensbeheer. Les 7
over grafische presentaties. En niet alleen komen deze diagrammen aan bod, maar ook andere grafische toepassingen. En in les 8 behandelen we andere zakelijke toepassingen, zoals projectmanagement en time management. In les 9 gaan we nader in op de mogelijkheden van datacommunicatie met computers binnen en buiten het bedrijf. Hebben we deze individuele toepassingsgebieden behandeld? Dan gaan we ons in de lessen 10 en 11 bezighouden met de integratie van programma's, zowel ten aanzien van zelfstandige programmatuur als ook ten aanzien van de geïntegreerde software. In de 12e les laten wij u allerlei accessoireprogramma's zien, zoals zelfstandige hulpprogramma's en zogenaamde desktopprogramma's die tegelijkertijd met de besproken toepassingen kunnen draaien. Meestal wordt een computersysteem kant-klaar bij de gebruiker afgeleverd. En u hebt als gebruiker geen enkele bemoeienis met het besturingssysteem. En toch, al gauw als u bijvoorbeeld extra kopieën wilt gaan maken van de schijf of de chaotische bestandenverzameling op de harde schijf eens op orde wilt brengen, in die gevallen wordt u al heel gauw geconfronteerd met dat besturingssysteem. En sterker nog, als u een kleine uitbreiding wilt, bijvoorbeeld een dergelijk apparaatje, een muis, dan hebt u het besturingssysteem keihard nodig. Laten we eens even stilstaan bij de functie van het besturingssysteem. Het zorgt voor het interne rijlen en zeilen van de machine, maar ook voor het besturen van de randapparaten zoals een toetsenbord, een beeldscherm, de disk units, een muis, etc. Naast die communicatieaspecten met de randapparatuur kan het ook zorgen voor de uitvoering van commando's, opdrachten die we kunnen intoetsen middels het toetsenbord, zoals het formatteren van een schijf, etc. Op die commando's komen we in de volgende les nog nader terug. Er zijn nogal wat verschillende besturingssystemen op de markt, zoals u ook in onze cursus Personal Computer 1 hebt kunnen zien. En wellicht is het voor het begrip duidelijk om een indeling te maken. We zouden besturingssystemen kunnen indelen naar eigenschappen en ook naar presentatie. Laten we eerst eens beginnen met die eigenschappen. In heel veel gevallen zal met een personal computer één gebruiker één activiteit tegelijkertijd doen. We spreken dan van single user en single tasking. Eén gebruiker, één activiteit. De meeste besturingssystemen voor personal computers zijn daarop geënt. Daaronder vallen bijvoorbeeld het wat verouderde CPM voor de 8-bits machines, maar ook het MS-DOS voor de 16-bits machines. Er is bij die operating systems trouwens nog een klein addertje onder het gras. Die verouderde operating systems, zoals een CPM, is alleen geschikt voor een 64K machine. En dat betekent dat heel veel moderne programma's op dergelijke operating systems niet meer kunnen werken. Het MS-DOS kan daar veel meer intern geheugen adresseren en kan dus ook de moderne programma's aan. Naast dat aspect single user, single tasking, zien we steeds sterker de opgang naar single user multitasking. Eén gebruiker die meerdere taken tegelijkertijd achter dezelfde machine kan verrichten. Het sorteren van een bestand kan dan bijvoorbeeld op de achtergrond gebeuren, terwijl de gebruiker intussen doorgaat met iets als tekstverwerking. Nog een stapje verder is meerdere gebruikers en meerdere taken. Multi-user, multitasking. Maar we spreken bij de personal computer over een persoonlijke computer en is dat aspect multi-user dus niet echt van belang. We zien hier een computersysteem wat draait onder het DOS operating system. Ik heb het machine alvast opgestart en het operating system meldt zich met de letter A, dan een groter dan teken en vervolgens de cursor. Cursor betekent aansporen, dus op dit moment kunnen we commando's gaan intoetsen voor het operating system, zoals bijvoorbeeld D van directory. Daarmee krijgen we de inhoud van een schijf op ons beeldscherm. En zo zijn er ook andere commando's, zoals del van delete. Ik kan bijvoorbeeld het onderste bestand PC2BK2.V01 gaan wissen met dit commando.
We kunnen even controleren of het inderdaad gewist is door opnieuw de DIR-opdracht te geven. En we zien, inderdaad is dat bestandje PC2 BK2 gewist van schijf. Zo zijn er ook commando's als copy. Ik kan bestanden kopiëren van schijf A naar schijf B. Zo zijn er ook commando's als format, om bijvoorbeeld onze schijf B te formateren, etc. In de volgende les zullen we wat uitgebreider op die commando's echt terugkomen. Het ging ons nu even om de pure presentatie. U ziet, je moet die commando's echt uit je hoofd kennen om met het besturingssysteem te kunnen werken. Dit noemen we dan ook een commando-gestuurd besturingssysteem. Zo, en dan zijn we nu toe aan de grafisch georiënteerde besturingssystemen. Deze presenteren zich op een geheel eigen wijze. Commando's hoeven niet op het toetsenbord te worden ingetoetst, maar worden gesymboliseerd op het beeldscherm weergegeven middels iconen. En ook een beginnende gebruiker kan daar heel vlot mee overweg. Helaas kunnen we u van deze aanpak niet iets op het beeldscherm laten zien, omdat de normen, de beeldnormen, tegenstrijdig zijn met de televisienormen. En dat zou voor u betekenen dat u een flikkerend of een incompleet beeldscherm op uw televisietoestel geprojecteerd krijgt. In het cursusboek wordt er wel heel ruime aandacht aan geschonken, omdat het op zich toch hele goede en ook gebruikersvriendelijke systemen zijn. Natuurlijk is een dergelijke grafische benadering bijzonder gebruikersvriendelijk. En vandaar ook dat er fabrikanten zijn geweest die programma's hebben gemaakt die die grafische omgeving als het ware imiteren. Ze staan bekend onder de naam Graphic Environment Managers. Pakketten dus die als een soort schil om het operating system heen zijn, en de gebruiker ervaart zo'n grafische benadering als zou hij werken met een echt grafisch besturingssysteem. Toch zijn ze daar niet helemaal mee te vergelijken, omdat ze een iets wat andere aanpak hebben, maar ze zijn toch een heel goede stap in de richting. Dergelijke pakketten moet u separaat van het operating system ook aanschaffen. En daarvan kan ik u wel iets laten zien. Laten we eens kijken hoe dat werken met zo'n pakket in zijn werk gaat. Ik heb het programma al opgestart. En gelijk is duidelijk wat bedoeld wordt met die grafische benadering. Rechts in het scherm zien we wat we noemen iconen. En middels het pijltje, wat we met de muis besturen, kunnen we verschillende dingen aanwijzen. Door eenvoudigweg 2 keer op de knop van de muis te drukken, kan ik bijvoorbeeld de inhoud van deze harde schijf op het beeldscherm projecteren. En u ziet ook daar weer iconen. Als het ware mapjes waarin een grote hoeveelheid van bestanden kan zijn opgeslagen. Bovenaan het scherm zien we nog een aantal opmerkingen staan. Desk, file, view en options. Dat zijn wat we noemen pull-down menus. Door met de muis naar die betreffende plaats toe te lopen, kan ik onder zo'n kopje een hele scala van mogelijkheden opentrekken. Bijvoorbeeld enter DOS commands. Ik kan dus uit die grafische besturing stappen en even weer teruggaan naar het commando-gestuurde niveau van een operating system. Dus even uit de grafische shell en terug naar DOS. Ik kan op dit moment bijvoorbeeld weer een DIR-commando geven om de inhoud van de schijf op te halen. U ziet, het lijkt alsof we weer normaal onder DOS zijn, en dat gem, dat hebben we eigenlijk even verlaten. We kunnen teruggaan naar die extra grafische schil door in te toetsen exit. En daarmee zijn we dan gelijk weer terug onder die grafische benadering. En zo kunnen we stappen van de ene schil naar de andere schil. Ik zal u nog eens wat mogelijkheden laten zien van die pull-down menus. Bijvoorbeeld view. Op het scherm zien we alle bestanden gerepresenteerd als iconen. Maar ik kan ze ook laten zien als tekst. Weer door een druk op de knop van de muis zien we dat automatisch de hele inhoudsopgave van de schijf in tekst is omgezet. En het aardige is, ik kan ze ook sorteren. Ik kan de inhoud van de schijf dus op een keurige, gesorteerde manier op het scherm projecteren. Bijvoorbeeld op naam of op grootte. En let u dan eens op deze kolom. Deze getalletjes geven namelijk de grootte aan van de betreffende bestanden. En door hier eenvoudig te kiezen sort by size, krijg ik automatisch mijn bestanden keurig op grootte gesorteerd.
Weer even terug naar de kop. Onder File hebben we nog weer wat mogelijkheden. We kunnen, zoals we zo even hebben gezien, mapjes gaan maken. Nieuwe mapjes om weer een hele hoop gegevens in op te bergen. En daarvoor is het misschien goed om even terug te gaan naar View, onze bestanden weer als iconen te laten zien, als mapjes dus, en nu even een nieuw mapje te gaan aanmaken. Hij vraagt om de naam van het nieuwe mapje en ik toets maar in Teliac. En u ziet, automatisch is er op het scherm een mapje aangemaakt onder de naam Teliac. En daar kan ik teksten inzetten of programma's of net wat ik wil. Dan tot slot is er nog een pull-down menu desk. Daar zijn weer een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld calculator. Hoe vaak komt het niet voor dat bij het werken met de computer een behoefte is aan het gebruik van een rekenmachine? Door een druk op de knop kies ik de calculator. U ziet, ik krijg hem keurig in het scherm en ik kan een berekeningetje gaan intoetsen. Bijvoorbeeld 78 gedeeld door 6 is 13. Door eenvoudig hier nog een keer te klikken, verwijder ik de calculator weer. En zo hebben we ook nog een klok tot onze beschikking, waar keurig datum en tijd zijn vermeld. Die kan ik eventueel ook wijzigen. En als laatste hebben we nog een printspoeler. En een printspoeler is eigenlijk een programmaatje wat het mogelijk maakt om heel veel bestanden die ik allemaal zou willen uitprinten, om die als het ware op te slaan in een soort buffertje. Eén grote lange lijst van bestanden die ik wil uitprinten. Een vergelijkbare benadering, dus die grafische benadering die we net ook hebben gezien, is het werken met een window-pakket. Eigenlijk net als dat normale GEM, die Graphic Environment Manager, een schil rondom DOS. En het werkt ook vergelijkbaar. We zien dat we met behulp van een muis een pijltje kunnen besturen. Bovenaan staan iconen van de disk drives die we hebben. En u ziet, we hebben zelfs een D en een A-drive. Daarboven nog weer de pull-down menus, waarbij ik allerlei zaken met dit pakket kan doen. Ik kan bijvoorbeeld, zoals u hier ziet staan, een schijf formateren, et cetera. Verder zien we op ons scherm alle bestanden die op een schijf zijn opgeslagen. Op dit moment dus de bestanden die staan op schijf D. En u ziet de naam van het bestand en een toevoeging die we extensie noemen. Onder het kopje View kunnen we kiezen uit short en long. En daarmee geven we aan, willen we de bestanden in een verkorte of in een lange versie op ons scherm vermeld krijgen. Laten we eens kijken wat long ervan maakt. U ziet bij long de naam van het bestand, een extensie, de grootte van het bestand en ook datum en tijd opgenomen. Nog een stapje verder. We kunnen ook een selectie maken van alle bestanden die op de schijf zijn opgeslagen. We kunnen ze allemaal laten zien, een gedeelte, alleen die bestanden die programma's zijn. En verder kunnen we, net als bij het vorige programma, de inhoud van de schijf sorteren op naam, op datum, op grootte en op soort. Tot zover alles dus vergelijkbaar met het vorige programma. Het aardige is dat we hier ook programma's kunnen opstarten, bijvoorbeeld Clipboard, zoals u hier ziet staan, door simpelweg met de muis dat programma te activeren. En vanaf dat moment hebben we een soort van, ja, zeg maar, een prikbord tot onze beschikking. We kunnen bijvoorbeeld vanuit een tekstwerkingsprogramma een stuk tekst op dit prikbord aanbrengen en vervolgens binnen een andere toepassing deze tekst vanaf dat prikbord weer binnenhalen in die andere toepassing. Onderin het beeldscherm ziet u staan een icoontje. Dit is het icoontje van de schijf. We kunnen nu dat clipboard ook als icoontje naast die schijf hier gaan aanbrengen. En daarvoor wandelen we naar de bovenkant van ons scherm. Een speciaal tekentje in de linkerbovenhoek activeren we. En we zeggen, bewaar dat clipboard maar als icoontje onder op ons scherm. En zoals u ziet, vanaf dit moment is dat clipboard als icoontje op het scherm gepresenteerd. Nummer 1 van de top 10 van ellende in heel veel gevallen is de installatie van een pakket. En dat geldt zowel hardwarematig als softwarematig. Voor de installatie van het GEM-pakket heb ik van de leverancier 5 diskettes gekregen.
Een hele tour dus nog. En in het manual, in de begeleidende handleiding, staat welke commando's of we moeten intoetsen om te beginnen met die installatie. Ik stop daarvoor een eerste systeemdiskette in de machine. In onze handleiding stond dat we middels het intoetsen van het commando GEM PREP kunnen starten met onze installatie. Dus dat doen we. Na het intoetsen van dit commando stelt de computer een aantal vragen. Hij probeert erachter te komen op wat voor schijf of we het pakket willen installeren, wat voor randapparatuur of we allemaal gebruiken, etc. En de eerste vraag is: do you want to put the GEM desktop on a hard disk? Willen we het dus op onze vaste schijf installeren? Yes. Vervolgens vraagt hij: is dit schijf C? Ook waar. En nu begint de computer met het kopiëren van een aantal bestanden die hij van die systeemdiskette sowieso nodig heeft, van de floppy naar de harde schijf C. Als dat gebeurd is, krijgen we weer een vraag op het beeldscherm. Remove the GEM System Master Disk from drive A. Dus ik haal mijn schijf uit het systeem. En de mededeling: insert device driver disk nummer 1. Er zijn verschillende losse device driver disk bij het systeem geleverd en ik kies gewoon voor nummer 1. Die device drivers zijn speciale programmaatjes die aansluiten op een ander beeldscherm, het gebruik van een muis, etc. Op het scherm staat: press any key to continue. Dus we drukken een willekeurige toets in en vervolgens worden een aantal vragen gesteld. En de eerste gaat over wat voor grafische kaart en wat voor beeldscherm gebruiken we. U ziet, we hebben een groot aantal mogelijkheden, in dit geval zelfs 9. U ziet allerlei termen staan. Een color display, monochroom display, wat te maken heeft met het gebruik van kleurenschermen of een monochroom scherm. En daarachter de mededeling hoeveel punten of het beeldscherm bevat. Bijvoorbeeld 640 bij 200 punten in de eerste regel. En een eindje daaronder 640 bij 350. En bij keuze 9 zelfs 720 bij 348. Weet u niet welke kaart en wat voor soort scherm of u gebruikt, dan zit er eigenlijk niets anders op dan het manual, het hardware manual te raadplegen of contact op te nemen met de leverancier. Wij hebben keuze nummer 1, dus we toetsen in ons geval gewoon de 1 in. En automatisch de volgende vraag: wat voor muis gebruikt u? Het kan zijn, en daaruit blijkt ook keuze nummer 1, dat we geen muis gebruiken omdat we geen muis hebben. Dan kunnen we zo'n grafisch pakket bedienen middels onze cursortoetsen. Maar dat is niet zo erg handig. Vervolgens ziet u nog een groot aantal keuzemogelijkheden. We kunnen kiezen uit een busmuis, een seriële muis, en misschien is het goed om daar even iets meer over te vertellen. Allereerst de seriële muis. Daarbij kan de muis aangesloten worden op de seriële poort, de RS-232 poort, uit de computer. U weet nog, die poorten die achter op de computer zitten. Een parallelle voor Centronics en een seriële voor de RS-232. Deze muis kan ik dus rechtstreeks op die achterkant, op die RS-232 poort, aansluiten. En daarmee heb ik wel gelijk mijn RS-232 poort verbruikt. Ik kan er niet meer nog iets anders op aansluiten. En daarom dat veel mensen ook kiezen voor een busmuis. Daarvoor moeten we in de computer een extra kaartje installeren. En op dat kaartje zit aan de achterzijde een aansluiting. En middels deze aansluiting kunnen we onze muis aansluiten. We hebben dan niet meer die aanslag op ons RS-232 poortje nodig. Het is maar net waar u zelf de voorkeur aan geeft. In ons geval kiezen we voor een seriële muis op het beeldscherm en dat is keuze nummer 4. Vervolgens vraagt de computer: welke communicatiepoort gebruikt u? Zoals u weet hebben we in ieder geval 2 poorten achter op onze computer. Een seriële poort, dat noemen we meestal de communicatiepoort, en een parallelle poort voor bijvoorbeeld een printer. U ziet dat er ook systemen zijn die meerdere seriële poorten hebben. In ons geval, zoals hier op het scherm, kunnen we zelfs een keuze maken uit 2 seriële poorten. Wij kiezen voor nummer 1, want we hebben er maar 1. Dan de vraag over de printers. Welke printers gebruiken we? In ons geval is dat een Diablo printer. En ook hier geldt weer dat
Weet u niet welke printer u gebruikt, neem contact op met de leverancier, want het kan zijn dat zo'n printer niet in dit rijtje voorkomt. Voor ons de Diablo is de keuze makkelijk nummer 5. En nog even de vraag van de computer. Waarop gaan we de printer aansluiten? Op de parallele printerpoort, en u ziet ook hier weer twee keuzemogelijkheden, of zelfs op de seriële poort. Wij kiezen voor de parallele poort nummer 1, want we hebben er ook maar één. Als dit gebeurd is, krijgen we op ons scherm even een overzicht van de keuzen die we zo even gemaakt hebben. En hij vraagt, voor de zekerheid, zijn die keuzes allemaal correct? Yes, in ons geval. En vanaf dat moment gaat de computer beginnen met het laden van de device drivers van zo'n schijfje op de harde schijf nummer C. En hij haalt alleen die device drivers van de schijf die hij nodig heeft voor die apparatuur die we hier nu gebruiken. Op het scherm krijgen we de vraag, stop de device driver disk nummer 3 in de computer. Zoals u weet hadden we meerdere schijven en ik zoek nu uit mijn hele pakketje device driver schijf nummer 3. Stop die in het systeem. Druk weer op een willekeurige toets om door te gaan. En hij haalt ook nu weer van dat schijfje de betreffende device drivers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op het ene schijfje alle device drivers staan voor beeldschermen, op het andere schijfje device drivers voor printers en vandaar dat u een beetje disjockey bent bij dit installeren. Tot slot nog de opmerking. Stop nog één keer de master disk, dus dat was de diskette waarmee we begonnen, in het systeem. En druk op een willekeurige toets. Dus ook dat doen we maar even. Ik heb blijkbaar een verkeerde schijf gebruikt. U ziet, daar houdt de computer zelfs al rekening mee. Hij ziet gewoon, dit is niet de schijf die ik hebben moet. Dus ik moet het nog even controleren. En het blijkt inderdaad, ik had een verkeerde schijf erin gestopt. Ik stop nu die masterdisk in drive A. Druk op een willekeurige toets. U ziet, het is klaar. We starten het systeem helemaal opnieuw op. Dus dat betekent van het allereerste begin. Dus ook alle tests worden dan opnieuw uitgevoerd. U ziet op dit moment is hij nog druk bezig met de RAM-test. Vervolgens wordt gekeken naar een floppy in schijf A. Het operating system wordt opgestart. En we kunnen eenvoudigweg intoetsen GEM. En nu zijn we klaar om GEM te gebruiken. Dat was het dan voor wat betreft deze inleidende les van onze cursus Personal Computer 2. We hebben u laten kennismaken met de onderwerpen die in deze cursus aan de orde zullen komen. En u hebt ook nog eens hernieuwd kennis gemaakt met besturingssystemen. De komende radioles gaat zoals gezegd over de organisatorische aspecten. En die behandelt in eerste instantie waarom moeten gebruikers ondersteund worden en welke zijn daartoe de mogelijkheden. In de komende televisieles gaan we weer wat dieper in op de commando's die mogelijk zijn binnen operating system. Maar dat dus de volgende keer en graag tot ziens.